Een sportman wil altijd winnen, bondscoach Steve Jansen. Toch zijn dit soort nederlagen acceptabel? Ja goed, als je dit vergelijkt met gisteren, dan zeg ik gisteren hebben wij verloren en vandaag hebben de Cubanen gewonnen. Daarmee zeg je alles inderdaad. Gisteren niet goed gespeeld, vandaag wel goed gespeeld, maar een ploeg die op vandaag beter was. Klopt, absoluut. Ik bedoel, ondanks dat we tot in de achtste inning 0-0 staan met een voortreffelijke Intema, want die hebben een ongelooflijke goede job vandaag gedaan. En ja, bij aanvallend hadden we weinig of geen verhaal tegen hun werper. Ja goed, en als die nul op het bord blijft, dan wordt de druk op je pitching alleen maar groter en groter. Ja, en uiteindelijk, ja, dan als de Cubanen ergens bloed zien of frieken, dan gaan ze helemaal uit het dak. Je prijst Orlando Intema, Neptuniaan, startend werper. Je haalt hem eraf direct na de 1-0 achterstand. Is dat dan net niet te laat? Ja goed, op dat moment, hij had een aantal, goede innings achter de rug. Hij kwam er elke keer heel goed uit. Hij stond nog behoorlijk goed te gooien. Ja, ik denk niet. Kijk, achteraf is het altijd heel makkelijk. En is dat soort dingen om nog eens terug te gaan nadenken van, of te evalueren van heb je het goed gedaan, heb je het niet goed gedaan. Ja, ik had nog voldoende vertrouwen in Orlando op dat moment om hem te laten staan. Toch? Spijt? Nee. Nee, ik ga deze beslissingen niet second guessen. Ik zeg het, Orlando stond volgens mij nog meer dan goed te gooien. En de grondbal, ik bedoel 1 metertje links of rechts. Het was niet dat hij helemaal weggeslagen werd. Maar ja, een balletje waar Mikey Doesman net niet bij komt. Kijk, is die 1 meter links, dan is die Mikey zijn handen. En dan hebben we gewoon een loper op 3 met 2-0. Afgelopen maandag winnen jullie van Cuba. Toen was de algehele tendens, dit Nederland is topfavoriet om het WPT te winnen. Na vanavond zal men zeggen, ja, Cuba topfavoriet. Nou ja, ik heb van in het begin gezegd dat Cuba de grote favoriet is. En dat het een heel sterk deelnemersveld was. Ik blijf nog altijd achter die uitspraak staan. Ondanks dat wij inderdaad met 7-0 wonnen. Maar ja, honkbal is honkbal. En elke dag is er een nieuwe wedstrijd. Dus voor mij blijft Cuba de grote favoriet. En wij hebben nu nog 2 potjes te gaan waar we vol aan de bak kunnen gaan. Toch een highlight van vanavond, blijft het al eigenlijk het hele toernooi, is het optreden van Dwayne Kempen. Ja, Dwayne, het was niet makkelijk voor Dwayne. We beginnen met het Nederlands team 2 maanden geleden te trainen. En heb ik Dwayne even apart genomen en heb ik Dwayne gezegd van joh, ik wil jou in een andere rol zien. Ik wil jou naar het derde honk. Dwayne doet dat tot hiertoe voortreffelijk. Goed, links en rechts moet hij nog aanpassingetjes maken, dat doet hij ook. En staat behoorlijk te spelen. Maar goed, Dwayne is er 1. Maar ja, ik zie meerdere pluspunten in dit Nederlands team. Ik bedoel ook zoals Orlando, ik bedoel hoe Robbie stond te gooien, het optreden van Diego. Ja, ik bedoel, we hebben heel goed staan spelen tot hiertoe. Dat nu de 3.000-4.000 mensen op de tribune denken dat Cuba topfavoriet is, komt je dat misschien ook wel niet heel goed uit, gewoon onderweg naar zondag naar de finale? Ja, maar ik zeg het, is niet anders dan normaal maar moet zijn. Nee, ik bedoel. Kijk, natuurlijk, als je morgen de wijn gaat tegen Cuba, ondanks dat we heel goede resultaten gehaald hebben tegen hun de laatste jaren. Kijk, blijft een wereldhonkballand op en top. En elke keer dat je van ze wint, ja, is dat toch iets moois. A la Curaçao dat van Nederland wint? Absoluut. Ik bedoel, absoluut. Petje af. Ik bedoel, dat zag je ook aan de ontlading gisteren. Kijk, voor hun, zij bekijken natuurlijk toch dat ze tegen de grote broer gewonnen hebben. Ja, en dat is mooi van hun. Tot morgen. Dan ben je vrij. Morgen vrij. Morgenochtend trainen. En dan morgenmiddag geven de jongens even vrij. Ik denk dat een aantal jongens dat zeker kunnen gebruiken. En jij ook? Nou ja, goed. Een aantal jongens en daar hoor ik ook bij.